Hi, ik ben Ancilla van de Leest, ik ben 31 en ik kom uit Rotterdam. Ik hou van reizen en andere hobby's en ik ben natuurlijk lijsttrekker van de Piratenpartij. In mijn ideale samenleving gebruiken we digitalisering, het internet en innovatie om een vrijere, democratischere en eerlijke samenleving te creëren voor iedereen. Ja, Nederlanders zijn in vergelijking met de rest van de wereld heel erg recht voor zijn raap. Dus je weet eigenlijk met een Nederlander altijd waar je aan toe bent. Ik denk dat het feit dat we steeds onaardiger tegen elkaar lijken te doen toch wel voortkomt uit het feit dat we niet meer zo zeker zijn over onze basisbehoeften als we ooit waren. Dus het is echt van levensbelang en ook creëert het een leuker Nederland als we gewoon meer zekerheid hebben over de basics. Ik zie heel erg veel kans en waarde in het basisinkomen voor iedereen. En zeker voor jongeren betekent dat dat je aan het leven kunt beginnen zonder dat je door middel van een studieschuld al op 1-0 achterstand staat. Als ik in de Tweede Kamer word verkozen, dan heb ik 4 jaar de tijd om echt goede dingen te doen voor Nederland. En ik zie met het internet echt een krachtige tool om het land eerlijker te maken. En de schaarste resources die we hebben, eerlijker te verdelen. Nederland is echt een kennisland. Dus ik vind dat we heel goed de informatie en de kennis en de expertise die wij hebben met de wereld kunnen delen. We zitten nu bijvoorbeeld met climate change en wij hebben heel veel ervaring op het gebied van het onder controle houden van water. Dus dat zouden wij echt bij moeten dragen aan de wereld. Het is superbelangrijk dat jongeren gaan stemmen, juist omdat zij de digitalisering begrijpen, omdat zij het internet begrijpen en begrijpen hoe ingrijpend de veranderingen zijn die de samenleving ondergaat. De politiek is niet iets wat je overkomt. Jouw toekomst heb je zelf in de hand. Dus pak je kans en ga stemmen 15 maart. Damn. Damn.